Varkenoord heeft het weer voor elkaar gekregen. Er zijn 5 talenten uit de jeugdopleiding klaargestoomd voor het grote werk. En na een mooie tijd en een goede ontwikkeling daar op Varkenoord mogen ze zich nu bewijzen hier aan de overkant in de Kuip. Ik stel voor dat we die 5 nieuwe aanwinsten die we zo meteen gaan zien met een ongelooflijk warm welkom heten. Ja, en dan weten jullie allemaal dat het toch een paar officiële handelingen nog zijn van de piloot voordat we met echt die presentatie kunnen beginnen. Maar jullie zien het, de wieken gaan al wat langzamer, de motor is volgens mij al uitgezet. Dus het is een kwestie van afwachten, toch goed? Nou, want de wieken staan bijna stil hoor, Peter. De wieken staan bijna stil. Kijk, de camera zoomt in op de deur. En ik ben benieuwd wie daar allemaal gaat uitkomen. Ik zou het eigenlijk niet weten wie daar allemaal uitkomen. Natuurlijk weten we dat wel. We beginnen met de nieuwe aanwinst vanaf Varkenoord. En de eerste man die ik uit de helikopter mag roepen heet Camille Miaze. Ja, ze zitten hier voor elkaar hoor, Varkenoord. Wat een moment voor hem. En de vierde die de helikopter mag verlaten en ook een hele grote belofte is Kelvin Verdong! En de laatste is zeker niet de minste. Hij geniet al een soort van reputatie, ook hier aan de overkant in de Kuip. Kuip, laat je horen van Jari Schuurman! Grote talent van Varkenoord. Ja, en die recht na zijn komst gaf de volgende speler al aan dat hij zo blij is als een kind om voor Feyenoord te mogen spelen. Nou, vandaag wordt zijn droom werkelijkheid. Voor het eerst als Feyenoord hier in die profvoorkamer. Hier is Marco Wejovic! Te mogen gaan treden van legendarische landgenoten als Kietval, Larsen en Guidetti. Hier is Feyenoord's nieuwste aanwinst. Geef hem een warm welkom, Simon Gustafsson! Welkom! En tot slot, als er nou één speler is voor wie geen woorden maar talen gaan. Wie geen lang geleden beloofde in deze kant dat hij terug zou komen. Hij is terug op Zuid. Hier is Dirk Kuijt. De pers kan even zich uit gaan leveren op de jongens die uit de helikopter zijn gestapt. Allemaal even lachen jongens, maar dat gaan we eigenlijk automatisch zien in de Kuip. Met dit soort beelden.